Anton bij Rozenburg. Ik sta hier voor dit dok van Herema of van Tialf. Ik weet het ook niet precies van wie dat dok nou is. Ik kwam hier vorige week, want ik wilde wel eens een beetje van die roestplaten fotograferen. Maar terwijl ik hier zat, kwam er een alk voorbij. Een zeealk, een gewone alk. Nou, dat zijn best bijzondere vogels. Ik kom uit het hoge noorden, overwinteren hier, maar ik had ze niet verwacht. Hier, midden in de Europoort, midden op het Kallandkanaal. Nou ja, middenop. Ik kwam van achter dat ponton, van achter het dok. Ik kwam hier zo voorbij zwemmen, terwijl hij aan het jagen was. Nou ja, een alk. Prachtige wintergast, die ik graag zie, maar helaas heel weinig zie. Rond dat dok kun je wel wat vogels zien hoor. Er vliegen wat gouden ganzen over. Er zitten daar op het water wat krakeenden. Kokmeeuwtje vloog hier rond. En ik zag zowaar ook nog een dodaasje. Maar dat kleine beestje is echt al in geen velden of wegen meer te bekennen. Vogels kijken in de Europoort. Nou, het kan onverwachte mooie waarnemingen opleveren.